Musica Mundo is gisteren donderdag van start gegaan. Vandaag is de officiële opening met een boekuitreiking. We gaan zo naar binnen. We interviewen de burgemeester die het eerste boek krijgt. We interviewen Thias Bijlholt, wethouder cultuur, die het tweede boek krijgt. En we interviewen natuurlijk Hassan El Amouri, de grote man achter Musica Mundo. En natuurlijk Roelof Meijer, die hier een hoop tijd in heeft gestoken en die ook de zaken presenteert. We gaan naar binnen, we gaan luisteren, er komt lekkere muziek en we gaan interviews doen. Als je dit zo bekijkt, wat valt je dan op aan dit boek? Vierkant. Hij is vierkant. Precies. En wat is ook kenmerkend aan Artegansa? Nee, Artegansa is niet vierkant, Artegansa is ook niet rond. Artegansa heeft alles met muziek te maken. Dus misschien zijn er nog wel onder jullie mensen die denken, oh ja, LP's, ja, die had je vroeger ook. En die hadden ook een beetje dat formaat. Ik heb het wel bijgehouden. Het klopt niet helemaal. Hij is net iets te klein. Maar hoe dan ook. Het is wel de knipoog naar ook muziek. En bovendien, wat we ook hebben gezegd, nou, dat zit vol met foto's. En Artegansa is natuurlijk een organisatie die heel veel met beeld doet. Met beeld en geluid, maar ook met beeld. En er staan prachtige foto's in. En hoe komen die foto's dan goed tot de licht als je dat in een vierkant formaat doet? En dan moet je zeggen aan de kennis van, oh ja, spread, ja, is dat, komt dat wel goed uit, maar dan wordt het extra breed. Bijna als een bioscoopscherm. Hassan, Stichting Artegansa, 17 jaar ontwikkeling, samenwerking met Roelof. Hoe komen we hier terecht? Wat brengt ons hier? Goeie vraag. Luister eens. Het is een huis van kunst en creatie. Mijn werk, ons werk, van het bestuur, maar ook het team, is niet als een schilderij, het is nooit af. Ik ben hier begonnen, maar ik heb bijna alles geprobeerd. Ik word voor de gek verklaard. Fijn werk om te doen, om eigenlijk te verzamelen in zo'n mooi bescheiden boek. Maar ook, het is een ode aan de fotografen. Er zijn zoveel fotografen die rondlopen, die maken mooie foto's, staan uren te loeren naar dat mooie timing voor dit picture. Die staat ook daar. Het was voor ons een moeilijke keuze om alle foto's in die boek kwijt te raken. Laat staan van het verhaal. Het is natuurlijk geschreven in Nederlands en Engels. Mm-hmm. Aangezien dat wij het internationaal karakter hebben, heb ik te maken veel met gasten uit het buitenland. Het is ook leuk dat ze ook weten wat er gebeurt in Nederland, laat staan in Amsterdam. Mm-hmm. Dat vind ik een heel mooie gedachte om dat te delen. Als we kijken naar het verleden, dan zien we een tocht die gaat van verschillende festivals naar steeds meer en meer. Als we kijken naar Musica Mundo, dat was ooit één dag bijvoorbeeld. Het is nu 3 dagen, maar het is niet alleen. 4 dagen. Ja, maar ik ben niet uitgepakt. Toch je bom, man. Het is 3 dagen is het festival en die 4e dag, het begin, is dan met 2 films gedaan. Dus daarmee komt ook het beeld er weer bij het geluid. Dus dat betekent dat we dat al doen. Maar we hebben ook een Musica Mundo series in de Lieve Vrouw, waar we nu zijn, ook door het jaar heen. Dus er gebeurt veel. Er zijn ook workshops. We doen ook aan die ontwikkeling. En als je kijkt naar de toekomst, is het datgene dat we steeds meer willen vormgeven. Dan is het misschien ook wel heel erg mooi om op deze officiële opening van het festival een klein woord te geven aan jullie. Eerst mag ik een hartelijk applaus voor burgemeester Lucas Bolsjes. Ja, burgemeester. Het ging er net over 7 jaar. En Hans en ik kennen elkaar 14 jaar, zo ongeveer. Ik denk dat ik 13 jaar geleden voor het eerst met Artegansa te maken had.
En de eerlijkheid gebied te zeggen, dan kwam er een aanvraag voor een vergunning. En dan stond er, daar gaan 500 mensen komen. En dan zei de andere organisatie, nou 500. Want we hadden dan met de hulpdiensten en zo te maken. En er waren 100 mensen gekomen. En toen hadden ze ja, is dit nou goed of is dit nou niet goed? Je kunt kijken, ja, het moet ergens klein beginnen. En uiteindelijk, dat zaadje is geplant. En ik denk dat als ik voor mezelf mag spreken in die 14 jaar, zie je in feite de stad ook meegroeien, ook in dat internationale beeld. Met muziek van buiten, mensen van buiten, we zijn gasvrij. Koningsdag 2019, 132 nationaliteiten. Volgens mij hadden we er nog meer kunnen hebben. Maar dat is heel mooi wat daar gebeurde. En dat kan alleen maar omdat er mensen in deze stad daar de schouders onder willen zetten, vrijwilligers. En soms wel eens een project aangaan waarvan je net zelf zei, ja, niet alles lukt. Nee, dat klopt. Maar je durft het wel. Ik zou je hierbij het eerste exemplaar willen uitreiken. Als eerste burger van een kleurrijke stad. Het eerste boek met kleurrijke foto's. Dank u wel. De schoonheid van het verschil. En het is te koop voor mensen in de zaal? Ja, okay. Voor 15 euro. 15 euro? Ja, alles is speciaal uitzien. Alleen vanavond. Nee, maar het is mooi dat het ook vastgelegd wordt. Ook als historicus zeg ik, het is van belang om met beelden het verhaal vast te leggen. Hartelijk dank. Graag gedaan, dank u wel. Ja, wij kennen hem toch hoofdzakelijk als onze wethouder cultuur. Die is wel. Thias, mag ik jou een microfoon geven? Zeker. En neem de vloer. Ja, dank Rob. En ook fijn dat je aan het wethouder cultuur, want vanaf van de week zei iedereen, hebt u ook nog andere portefeuilles dan parkeren? Ik zei, ja zeker. Ik heb ook cultuur in mijn portefeuille. En daar ben ik ook heel blij mee en ook heel trots op. En helemaal natuurlijk met wat Artekansa al deze jaren alweer heeft neergezet. Ik ben heel blij met Artekansa als festival wat laat zien dat ongeacht waar je vandaan komt, ongeacht wie je bent, dat je hier allemaal welkom bent, dat je hier mag optreden en dat je ook een kans krijgt om op te treden. Ook al kom je uit Afrika, ook al kom je uit Bahrein, mensen krijgen hier een eerste contact, een eerste optreden. En daar sta ik wel als wethouder heel trots over dat we dat gewoon in Amersfoort hebben en dat we dat ook de komende jaren kunnen blijven zien. Want ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is. Amersfoort is er voor iedereen, ook al wat ze doen in Den Haag. En cultuur gaat gewoon door in Amersfoort, ongeacht wat ze allemaal beslissen. Dus ik wil vooral Hassan heel erg bedanken voor alles wat je de afgelopen jaren hebt gedaan voor de stad. Ik wil je vooral heel veel succes wensen nog met de komende jaren. Want elke keer als ik weer bij een concert voor jou kom, dan denk ik, iedereen moet dit zien in Amersfoort, iedereen moet dit weten. Iedereen moet kunnen zien wat mooie dingen hier gebeuren in Amersfoort. En ik hoop ook, en dat vind ik ook heel mooi, we lopen net hè, op het Lieve Vrouwenplein. Het is ook vrij toegankelijk. En ik denk dat dat ook heel mooi is aan dit festival. Voor mensen die eventueel een kleinere beurs hebben, die kunnen ook kunst en cultuur zo meemaken. En daar ben ik ook heel blij mee. Voor een stad die aan het groeien is, waarin cultuur een belangrijk onderdeel is. Hassan, heel erg bedankt voor alles. Volgens mij gaan we een hele mooie avond hebben. Dankjewel, Hassan. Ik wil de jeugdfouten van Lucas wel in de kiezing. Ja, over 10 jaar ben ik jouw jeugdfouten erin. We kregen het gemeentehuis, dus ik weet niet of ze daar een beetje achterlopen. En zo zijn er heel veel momenten geweest dat ik muziek heb mogen ontmoeten. Of het in Vietnam was, of in Latijns-Amerika of in Afrika. Maar ook als er groepen uit het buitenland ook in Nederland kwamen. Maar ik kan ervan genieten. Dat merk ik ook. Graceland werd even genoemd. Ja, Born in Graceland. Schitterend. Ja, ja. Ja, en vooral als dan die trommels worden bediend. Ja. Ja. Goed, hè? Zeker. Ik ben een trotse wethouder cultuur dat onze burgemeester zo nou, muziek is, toch? Ja. En wat leuk dat jij niet weet wat een LP is. Ja, zeker. Het generatieverschil, hè? Nou, we hebben net even geprobeerd een LP erin te stoppen. Ja. Maar dat gaat in deze niet lukken. Een EP'tje wel. Ja, en een singeltje helemaal, hè? Want die kon je vroeger, dan had je zo'n papier iets en dat scheurde dan. Ja, het scheurde dan. Ja. Even terug in de tijd, sorry wethouder, cultuur. Ja, zeker. Jij bent onverzaagd, blijf je steunen, de cultuur. Hè? Zeker. Dat is heel belangrijk, helemaal in deze tijd. Dus ik ben ook heel blij dat we de komende jaren ook extra cultuur geld hebben voor zulke evenementen. Zodat dit ook voor de stad beschikbaar blijft en toegankelijk blijft. Want dat vind ik heel belangrijk in diversiteit aan muziek, aan kunst, aan cultuur voor iedereen. European City of the Year, burgemeester zou je dan van zijn, zeg. Ja, tot november. Ja, niet dat ik weg ga in november. Maar dan zitten we in het rijtje Rotterdam, Kopenhagen enzovoort. Maar dan reiken we de titel wel kwijt. Maar we blijven in dat rijtje staan. Nog 2 jaar? Maar zou je dan daarna nog wel die wethoudersportefeuille willen oppakken? Of wordt het een lastig verhaal?
Nou ja, dat is altijd aan de kiezer natuurlijk wat hij gaat doen over 2 jaar. Maar op dit moment vermaak ik me heel goed en vind ik het heel leuk. En het is ook leuk om te zien dat we echt als college wat stappen kunnen maken op een aantal grote thema's. Hassan El Amouri, wat is Musica Mundo Rhythms of the World zonder jou? Je hebt weer zo'n schitterende speech net gehouden. Sommige mensen werden er klein beetje emotioneel van, want het komt helemaal uit je ziel en uit je donder, hè? Dat zeg je heel goed, Joop. Ja. Ik ben jarenlang mee bezig aan het werken om iets moois voor deze stad neer te zetten. En je hebt natuurlijk creatievelingen en mensen die een roeping hebben zoals ik nodig om te doen. Ik geloofde erin en ik werkte met hart en ziel om dit zo ver te krijgen. En we zijn eigenlijk op zich goed ontwikkeld en gegroeid. We zijn een begrip geworden en het kan, inderdaad, je hebt gelijk, mensen maken het of niet. In dit geval, oké, dankjewel voor het compliment. Dat weet ik ook, maar ik wil graag dat het ook iets wordt van de stad. Dat het gaat gaat landen in de stad en dat wordt omarmd door de stad en dat het verder doorgaat. Want Hassan, ik ken het eeuwige leven natuurlijk, zullen meer Hassans of meer Jans of meer Piets, die kunnen zeggen, hé, dit is leuk, dan gaan we omarmen, koesteren, zodat het overeind een levendig blijft voor deze stad. Want heb jij dan een achterban die het over zou kunnen nemen? Ik ben bezig aan het investeren en de zaadjes, nog meer zaadjes aan het zaaien, zodat eigenlijk de continuïteit kunnen waarborgen. Wat mooi is, moet ook mooi blijven. Lieve mensen, zoals jullie kijken, kom gewoon naar het centrum, naar het hartje van de stad, naar Musica Mundo, Rhythms of the World. Je zult echt niet teleurgesteld worden. Er is zoveel te zien, zoveel te beleven, zoveel te bieden. Kom gewoon. Tot dan, tot snel. Links, Roelof Meijer. Wij hebben jou net heel kort even gesproken, nee, gefilmd in het Onze Lieve Vrouwentheater bij de boekuitreiking aan de burgemeester en aan de wethouder Teels Buijnholt. Wat is jouw functie verder, Roelof? Ik ben voorzitter van het bestuur van Artegansa. En in die functie mag ik natuurlijk mede beleid bepalen. En ben ik ook een beetje verantwoordelijk voor dat mooie festival hier, Musica Mundo. Het staat als een huis weer, hè? Nou, hè, dat is zo genieten. We hebben net een band gehad uit Bahrein, of all places. En het leuke is, die band trad voor het eerst op in Europa. En dat doen ze hier in Amersfoort, op Musica Mundo. Nou, kom je eraan? Ja, hoe kom je eraan? Ja, inderdaad. Ja, dat doet Hassan dan weer, hè? Onze grote creatief directeur. Ja, die weet dat toch de pareltjes te vinden. En maar ja, aan de andere kant, het grappige is, dit was dan op iets van 17 uur reizen van Nederland. Op ongeveer 17 minuten reizen van Amersfoort, van hier, van Onze Lieve Vrouwenkerk, is Wilskracht. Ja, dat is een geweldig orkest. Leuk contrast, hè? Ja, dat is zo geweldig. En die treden dan weer op met allerlei muzikanten uit Arabië, Afrika. Nou ja, en dan krijg je van die pareltjes. Nou, echt geweldig. Kijk eens naar buiten, het is lekker weer, het is een volle plein. Ja, inderdaad. Ja. Allemaal bekenden. Ja, wat dat betreft is Amersfoort een dorp, hè? Is zo klein, jongen. Je blijft zwaaien en hoe heet het, huggen en zo. Ja. Hey, even nog kort, het boek. Het boek. De schoonheid van het verschil. Ja.
Artekans bestaat nu inmiddels een jaar of 17. We kregen het idee toen het 14 jaar was, dachten we, nou 15 jaar, mooi jubileum. Toen kwam de hele coronatoestand ertussendoor, dus het heeft wat langer geduurd, maar er ligt nu een boek. En we hebben het in een vierkante vorm gegeven. Ja, 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 ja. En ik heb dat net ook aangegeven, naar een vierkante vorm. Waar denk je dan aan? Aan een LP. Ja. Want ja, het is toch over de link met muziek. Dat maakt het natuurlijk ook wel grappig. Maar er staan zulke mooie foto's hier al. Echt van al die jaren Artekansa en Musica Mundo, de festivals. En het leuke natuurlijk, omdat het zo kleurrijk is, dan krijg ik de mooiste foto's. En het leuke is, jullie begonnen over een LP, maar die Tilas, de wethouder had nog nooit van een LP gehoord. Nee, hoor je dat? Ja, dat is geweldig, hè? Wat is een LP? Ja, en wat is een EP? Wist hij veel. Dat is een andere generatie, helaas. Dan denk je, oh, word ik dan oud? Nee, ik heb gewoon wat meer kennis. En een foto van de burgemeester toen die heel jong was. Ja, nou, dat vond ik wel grappig, want ja, wat vraag je bij het gemeente, als wij een foto van de burgemeester, dan krijg je er eentje. En dan zei je, ja, dit was een in mijn jonge jaren. Dan denk ik, ja, hallo. Nou, dan zou ik wel een recentere mogen sturen, want ik vond hem wel best gelijken. Dat is ook een compliment dan, hè, voor de burgemeester. Waar gaan we zo meteen naar luisteren? We gaan naar luisteren en kijken naar Masada. 50 jaar popmuziek met een fantastisch mooie invalshoek, een boodschap ook, hè? Want het is ooit uit de Molukse gemeenschap ontstaan. Dus het is een politieke boodschap, het is een sociale boodschap en het is een muzikale boodschap. Maar 50 jaar zo energiek muziek maken, geweldig toch? Hoe komen jullie aan Masada? Belletje. Geweldig! Nou, dat is helemaal te gek. Ja. Echt blij mee. Vind je deze muziek lekker? Heerlijk. Dat draai ik hier. Ja. Hebben jullie een band met deze band? Nou, ik ben ermee getrouwd. Nee! Met wie? De percussionist. De percussionist daar. De percussionist. Geweldig. Heb jij ook een band met ze? Een beetje. En jij bent met de bassist. Wat leuk. Heeft veel plezier. Dankjewel. Jullie ook, hè? We'll be right back.
ja. Zonder ons geen feestje hoor. Wat doe jij? Ik ben hier als vrijwilliger voor de catering en een beetje van alles en wat. Flex medewerken. Al heel lang. Lekkere muziek hè? Sorry? Lekkere muziek. Ja, heerlijk. Dat willen we niet missen. Jij hebt ook een verleden bij Musica Mundo. Ja, dat klopt. Ik heb hem mogen presenteren, maar nu mag ik van een ander stand heerlijk mogen genieten. Aha. Ik heb mijn kids mee en ik geniet volle teugen. Wat een mooiheid hier in Amersfoort. Ja. Masada. Ja. Masada. Ja. Geweldig, toch? Ja. Klinkt heerlijk. Powerful. En een hele mooie afsluiting van de eerste dag. Ja. Dankjewel. Dank jullie wel. Dankjewel. Graag gedaan. Thank you.